Kijkers Botlek TV, een hele goede morgen, middag, avond, afhankelijk van wanneer u kijkt. Ja, kijk mij zitten. Prachtige Chesterfield hier zo. Ik voel me een soort Winston Churchill, maar dan zonder sigaar of een Bram Peper. Alleen niet als burgemeester. Ik ben hier in het kantoor van een onderneming. En daar gaan we zo meteen even over praten. En een meneer die naast mij zit. En dat is voor veel kijkers, denk ik, vanuit Spijkenisse omgeving toch wel een bekend gezicht. Paul Vet. Paul, een hele goede morgenmiddag. Welkom. Ja. We zijn hier in een toch wel een behoorlijk luxueuze omgeving. Je houdt wel van een sortiment. Ja, daar een bruin café, maar hier toch meer de klassieke stijl. Ja, waar zijn we eigenlijk? Aanwezig in het kantoor van IBDO. Het is eigenlijk van mijn holding, maar ja, de meeste mensen die hier in Spijkenisse en omgeving of in Nissewaard, die kennen de IBDO-panden wel aan de Groene Kruisweg. Dus IBDO is een groothandel altijd geweest. Daar ben ik nu mee gestopt. En we zijn overgegaan met IBDO, omdat iedereen de naam kon. Hebben we ook een facilitair bedrijf daarvan opgericht. En die doet het beheer van diverse panden, waaronder het pand waar we nu zitten. Het pand heb ik overigens verkocht. We hebben nog wel een beheer. Dus ja, we zitten aan de Groene Kruisweg. Het is de Boilerweg, maar de zichtlocatie Groene Kruisweg. En daar blijven we gewoon verder ondernemen. En op dit moment richt ik mij voornamelijk op de verhuur van kantoorpanden. Maar voornamelijk ben ik ook wel bekend. En wat ik ook heel leuk vind, is het verduurzamen van panden. En dat doe ik niet nu sinds kort, maar dat ben ik al sinds ik het eerste pand hier heb gekocht in 2012. Ja, verduurzaming. Dat is ook soms stoppen met zaken die wel goed waren, maar nog beter kunnen. Ik kijk eens eventjes achter me. OFS, Ondernemersfederatie Spijkenisse. En daar zitten we ook eigenlijk wel min of meer hiervoor bij elkaar. Want een hele goede organisatie. Maar toch zetten jullie er een punt achter. Ja, nou ja, de OVS, ja, een punt erachter zetten. OVS bestaat al sinds 1987, oktober om precies te zijn. Het zegt de Ondernemersfederatie Spijkenisse. Nou, we weten inmiddels dat we bijna zo'n 6 jaar al geen Spijkenisse meer zijn, maar dat het hier zo tegenwoordig Nissewaard heet. Ik ben nu sinds februari 2019 ben ik voorzitter. Interessante tijd, want kort daarna kregen we natuurlijk de COVID en dergelijke perikelen. En in die tijd heb ik even goed nagedacht wat nu de toekomst zou moeten zijn van de OFS. En met veel overleg met leden hebben we toch gezegd, ja, 6 jaar geleden waren we nog niet klaar voor om samen te gaan met de club, zal ik maar zeggen, voor de ondernemers vanuit Bernisse. En wij zijn altijd de club geweest die de ondernemers ondersteunen vanuit Spijkenisse. Nou, maar ja, nu ongeveer na 6 jaar wordt het wel eens tijd om één club te gaan vormen. En dat gaat dus nu ook gebeuren. Doordat wij onze leden gaan zich aansluiten bij de OVN. Dat is Ondernemersvereniging Nissewaard. En dat is een heel mooi moment om dat te doen. Op het moment van 35 jaar bestaan. En dat is op eind oktober. OVS, prachtig logo. Maar ja, dat gaat de geschiedenis in. Maar wel op een hele speciale manier. Want je hebt even uitgelegd wat de OVS was, wat de ondernemersvereniging Nissewaard gaat worden. Maar ja, je wil afsluiten. Is er nog geld in die pot? Ja, ik moet zeggen, toen ik het stokje overnam van de vorige voorzitter en zag dat er eigenlijk wel heel veel geld in die pot zat. En als vereniging, ja, je hebt natuurlijk geen winstoogmerk, maar er zat toch wel een significant bedrag in die pot, waardoor je eigenlijk wel zou moeten denken, ja, als vereniging hoef je geen belasting te betalen, maar er moet wel wat mee gebeuren. Een van de zaken die ik toen heb besloten is, toen de coronaperiode eraan kwam, om geen contributie meer te vragen. En we hebben dus eigenlijk 3 jaar lang, hebben wij nu, sinds 2019, geen contributie meer gevraagd. Hoeveel leden hadden jullie? Wij hadden toen ik het overnam ongeveer 110 leden.
En in het verleden waren er nog veel meer geweest. En de eerste doelstelling was ook om dat ledenaantal weer goed aan te laten groeien. Maar zoals ik net al aangaf, het werd tijd om naar één club te gaan. En dus we zijn heel voorzichtig omgegaan met nieuwe leden. Eigenlijk geen nieuwe leden meer aangenomen. En de huidige leden dus niets meer laten betalen. Er is in die tijd zijn er wel aardig wat leden. Daardoor, ook omdat we wat minder activiteit hadden, zijn uit zichzelf weggegaan. Maar op dit moment gaan er ongeveer zo'n 75 leden hebben wij nog over vanuit die 110 waar ik mee begon. Ja, ja en waar ik al een klein beetje naar zat te vissen, zit dus nog geld in die pot. Hebben jullie daar een bestemming voor gevonden? Ja, nou, een van de taken die ik vond die ik had omdat we echt formeel gaan stoppen met de OVS. Om te zorgen natuurlijk dat we goed nog vertegenwoordigd zullen worden voor de ondernemers. Want uiteindelijk gaat het om de ondernemer. Nou, door die aansluiting bij de OVN te verzorgen, hebben we ook afspraken gemaakt met de OVN dat we daar dus een deel zullen betalen. Voor dit jaar hebben we al een bedrag betaald, zodat de huidige leden van de OVS zich konden aansluiten bij alle evenementen van de OVN. En we hebben voor de aankomende 2 jaar hebben wij contributiegeld voor alle leden hebben wij betaald aan de OVN. En dat is ongeveer dat is een aardig deel van het bedrag geweest. Maar het grootste bedrag wat overblijft, ja, dat hoor je te verdelen onder je leden. En daar hebben we heel veel gesprek over gehad. Kan ik nog lid worden? Nee, je kan geen lid meer worden. Nee, dat gaat niet meer lukken. Nee, je bent niet de eerste die dat vraagt. Nee, het geld wat daar nog aan overblijft, daar hebben we door een aantal, dat is ook nu Maxadeurs, die ook bij ons in de club zitten, die kwamen naar voren van, ja, zullen we ook eens gaan kijken als OVS, want een van de pijlers is toch dat we ook naar de maatschappij kijken voor een goed doel. Nou, en daar kwam kwam Max naar voren. En daar was een heel goed verhaal over. Jij bent er ook nog even voor geweest om even heel duidelijk uitleg te geven. Ja, gelukkig heb ik alle leden bij elkaar kunnen krijgen die allemaal zeiden van, nou, dat wordt het goede doel wat wij gaan, waar wij nog een bijdrage aan zullen gaan leveren. Dus er blijft nu een mooi bedrag over om te verdelen onder de leden. En er gaat een heel mooi bedrag dan naar Stichting Maak Max Mogelijk. En een van de zaken is nog waar ik nu nog maar bezig ben. En als deze film uitkomt, hoop ik dat heel veel leden hebben besloten om het deel wat zij individueel nog krijgen. En dat kan ik wel aangeven. Dat is €365 kreeg ieder individueel lid nog. En daar doen we er alles aan. In ieder geval mijn deel en van een aantal Maxadeurs die bij de club zitten, die hebben ook al toegezegd, gaat dat ook naar de Stichting Max. Dus ik hoop dat we daar nog even wat extra geld voor bij elkaar kunnen krijgen. Maar ja, dat is een van de zaken dat wij als ook willen we gaan stoppen, maar we proberen wel voor te leven door een mooie donatie te doen. En dat de OFS toch op een mooie manier af kan sluiten. Ja, want op deze manier wordt Max niet alleen vereeuwigd in de vorm van een bronzen beeld, maar eigenlijk ook OFS. Dat is toch wel een mooie legacy wat je met elkaar achterlaat. Jullie hebben dan ook Max mede mogelijk gemaakt samen met heel veel anderen. Ik weet, maar ik ga dat niet vertellen natuurlijk op dit moment, wat ongeveer het bedrag zal gaan worden. Maar u ziet me glimmen, dus ik ben er al ontzettend blij mee. Laat dat duidelijk zijn. Dat gaan we dus nog niet verraden. Dat ga je zelf, dan is die film al uitgekomen, ga je zelf vertellen op 28 oktober tijdens de onthulling. Daar is iedereen verschrikkelijk nieuwsgierig naar. Maar ja, mede dankzij die toezegging slaap ik wel een nachtje rustiger. Weet ik dat er geld binnen is om uiteindelijk Max echt mogelijk te maken. Ja, dan zijn we jou, de Maxadeurs. Eigenlijk is iedereen van OVS een Maxadeur geworden. Ontzettend dankbaar voor. Dat is dan het goede doel. En er gaat zeker een heel mooi momentum gaat dat worden. Maar hoe is het met de toekomst van Paul Vet? Want je gaat hieruit en je gaat verduurzamen. Ik kom een klein beetje terug op het begin. Waar sta jij over 10 jaar? Ja, met een Maserati ergens Italiaanse kust of ben je nog hard aan het werk?
Nou, ik ben nog hard aan het werk. Als een Maserati een Engelse, een elektrische Maserati zou maken, zou ik misschien overwegen. Nee, dit pand heb ik dus verkocht. Ik heb wat meerdere panden heb ik al verkocht. En ik heb nog één pand over aan de Boilerweg. Daar zijn we aan de binnenkant helemaal verduurzaamd. En daar gaan we nu in het aankomende jaar gaan we die ook met de buitengevels helemaal met groenpanelen bedekken. We gaan extra parkeerplaatsen met met zonnepanelen overdekken. Er komen wat snelladers bij voor elektrische voertuigen. Dus ja, ik kan me daar nog helemaal lekker op uitleven. En dat vind ik ook echt leuk om te doen. Dat is ook, daar heb ik ook een goede drive voor. En dat vind ik ook belangrijk. We hebben nu alles, nu in de nieuws en alle actualiteiten. Iedereen heeft over verduurzaming. Ja, toen ik dit pand waar we nu zitten kocht in 2012. Eerst wat ik heb gedaan, zonnepanelen erop leggen, gasloos gemaakt. En al die stappen genomen. En daar hebben we nu ook dan de profijten van. Dat heb ik ook op de andere panden gedaan. Dus daar ga ik me echt op richten. En wat de toekomst brengt, we hebben geen glazen bol. Maar ik blijf in ieder geval wel ondernemen. Dat is in ieder geval staat buiten kijf. Nou, zo te horen gaan we nog veel van Paul Vet horen, van zijn onderneming. Niet in de rol van voorzitter van OFS en ook niet in de rol van voorzitter van de nieuwe vereniging. Daar word je wel zelf lid van? Nou, ik ben daar al lid van. En het is ook niet dat het een nieuwe vereniging is. Het is dus een bestaande vereniging die dus de naam heeft genomen van ondernemersvereniging Nissewaard. Het was eerst de Bernisse Club. Het was eigenlijk meer van de kernen en ondernemersfederatie Spijkenissen. Ik ben daar al heel lang ook zelf lid van. Ik woon zelf in het buitengebied, in het pittoreske Simonshaven. Dus ik ben daar al, ik zit daar al bijna. Ik heb wel besloten om echt helemaal te stoppen als bestuurder. Er was eerst sprake van dat ik eventueel nog bij de OVN bestuursfunctie zou nemen. Maar ik heb eigenlijk snel besloten van mijn mensen zitten zo goed. Die zijn goed over, ja. Wordt goed voor gezorgd. En dan moet ik het ook loslaten. En bij die club zijn ze komen ze heel goed terecht. Hele goede bestuurster en ook een heel goed bestuur. En een hele actieve club. En ik weet zeker dat zij meer dan hun best zullen doen om de ondernemers, en er zat er een deel ook al bij die club, vanuit onze club, om die goed te vertegenwoordigen naar buiten toe. Dus daar ben ik echt gerust op. En dan weet je, soms moet je gewoon even, als je stopt, moet je ook stoppen. Hij gaat stoppen, maar als voorzitter, niet als lid en ga gewoon nog lekker door met ondernemen. We zien het wel over een jaar of 10 waar hij uiteindelijk is gestrand. Misschien wel een zonnig strand, wie zal het zeggen. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om alle leden, ex-leden bijna, van de OFS ontzettend te bedanken uit de grond van ons hart. En ons, dat is de stichting Max XL, die mede met jullie Max mogelijk hebben gemaakt. En het project gaat verder. Niet alleen met een bronzen hond, maar er komt een boek. Er komen lesbrieven op een hele speciale manier. We willen ons inzetten om de gevel van het pand weer in oude staat terug te krijgen. Maar vooral die educatie naar de jongeren. Zodat het verhaal, niet alleen van de familie Levi en van Max en van de 45 Joodse mensen die van het eiland zijn afgevoerd en nooit meer zijn teruggekomen, maar eigenlijk ook naar de toekomst trekken. En het moment van nu. Moment van nu, een oorlog aan de oostkant van Europa. We hebben altijd gezegd van we moeten het verhaal blijven vertellen van 40-45, omdat het nooit meer mogelijk moet zijn. Nou, u ziet het, het gebeurt nog steeds. En uiteindelijk, mede dankzij u als leden van de OVS en alle kijkers van Botlek TV die ook een kleine donatie hebben gedaan, hartstikke bedankt voor wat u mogelijk heeft gemaakt. Educatie, jongeren, daar gaan we voor de komende paar jaar. Dit was Botlek TV. Naast mij Paul Vet, ondernemer, een begenadigd ondernemer, een geestelijk enthousiast iemand, maar ook fysiek in alle vormen van dien. Een beetje ADHD, maar dat heb ik ook, dat hebben we allemaal. Dat moet je ook hebben als berg en ondernemer. Achter de camera Roel van Deursen. En dankjewel, veel succes. Bedankt.